Rhinos is de bedenker van de kokosmat. En wij maken al 90 jaar lang kokosmatten hier in Geenemuiden. Wij gebruiken productielijnen. In die productielijnen zitten gasovens. Die gasovens hadden een behoorlijk hoog energieverbruik. 100.000 kub op jaarbasis. Nou, wij hebben de gasovens omgebouwd op stroom. Dat heeft voor ons tot een heel mooi resultaat geleid. Wij hebben daar 30% energie mee bespaard. We zijn op het idee gekomen doordat ik 's ochtends mijn blouse stond te strijken en keek naar het stroomstrijkijzer en dacht, hoe snel is dat warm en hoe snel is dat koud? Het zou toch mooi zijn als de oven dat ook kon. We hebben dat geprobeerd na te maken en dat is goed gelukt. Door deze nieuw ontwikkelde interface zijn we in staat om het oven per deel aan te sturen. Zo kunnen we flexibel reageren op wat voor product er op de lijn ligt. En nou ja, kunnen we hem dus de juiste temperatuur geven. En dat kunnen we dus sturen in lengte en hoogte van temperatuur per plaat. Omdat onze huidige ovens nu op stroom werken, kwamen wij ook op het idee om dat te combineren met zonnepanelen. Op dit moment worden er op het dak zo'n 1200 zonnepanelen gelegd, waarmee we in staat zijn om het volledige elektriciteitsverbruik van de ovens op jaarbasis te dekken. Nou, het mooie aan ons idee is dat er geen supernieuwe technieken voor nodig waren. We hebben heel veel bestaande technieken gecombineerd. Goede schakeltechniek, goede besturingstechniek. En dat hebben we gewoon allemaal toegepast op deze ovens, waardoor de warmte precies daar komt waar die moet zijn. En dat heeft geleid tot hele hoge energiebesparing. Nou, het mooie aan het resultaat is dat we het samen met leveranciers hebben kunnen oplossen. Zonder gebruikmaking van grote onderzoeken, maar gewoon heel praktisch naar een oplossing hebben gezocht. En dat heeft heel goed gewerkt.